Deze week in RTL Autowereld een geel monster waar je dagelijks mee naar je werk kan rijden, maar ook heel sportief mee kan rijden. En dan de remschijven. €2.102,50 per wiel. Totaal €8.410. Is dit dan de nieuwe Porsche 911 killer van Mercedes? Je ziet het zondag. Nico Aaldering haalt een bijzondere klassieker van stal. Maar misschien nog bijzonderder is de eerste eigenaar van deze auto. De auto werd gekocht door Frank Sinatra. Dus deze auto is gekocht door Frank Sinatra. Voor zijn geliefde avant-garde. Je ziet het wel. Frank had een goede smaak. Je ziet het, hè? En we gaan verder met ons onderzoek over occasions. Wat zoekt Nederland? Deze week hebben we het over kleur. What's hot and what's not? En dan blijkt Nederland vooral een grijs land te zijn. Dat en nog veel meer. Aanstaande zondag, 5:30, RTL 7. Natuurlijk bij ons in Autowereld.